Dag lieve volgers, welkom weer in een gloednieuwe vlog. Ik heb goed nieuws en minder goed nieuws. Het minder goede nieuws is dat dit onze laatste avond is op de MSC Orchestra. Maar het goede nieuws is wel dat we er een topavond van gaan maken en dat jullie natuurlijk mee mogen. Geef alvast een likeje aan deze vlog, dan zetten wij hem in en jullie mogen met ons mee op dit schip gedurende de laatste avond op de MSC Orchestra. We hebben er duidelijk een interessante week op zitten, hè, hier op de MSC Orchestra. We gaan nog wel een review doen over alles wat we hebben meegemaakt, maar jullie hebben het natuurlijk ook al kunnen zien in de voorbije vlogs. En natuurlijk doe ik het niet alleen, deze vlog. Kijk, hier is Sieg. Ja, en ik zag net al in mijn ooghoek, na een week ken ik het schip nog altijd niet. Dus we moeten naar die kant. Zijn we weer verkeerd aan het lopen? We zijn weer verkeerd aan het lopen. Ja, het is inderdaad. We vinden heel onze raar. Weg niet op dit schip. En het is totaal geen groot en ook geen moeilijk schip. Maar nee, het lukt ons niet. Dat is echt bijzonder, hè? En meestal heb je het één van de twee, maar we hebben het nu allebei. Ja, inderdaad. Dus het is zeker geen moeilijk schip, hoor. Maar ja. Zeg, en het is vandaag uw grote avond. Na het eten gaan we een gokje wagen. Ja. Dus ja, ik heb daar heel veel zin in natuurlijk, hè. Ik ga proberen mijn cruise terug te verdienen. Dat we misschien volgende week terug op cruise kunnen gaan. Dat zou fijn zijn, maar ja. Kijk, heel fijn. We zullen zien of dat gaat lukken, hè. Zullen we misschien ons aperitiefje gaan drinken in het casino? Ah, om alvast in de stemming te komen. Vind ik een goed plan. Oké. Okay. Ah, wel. En gaan we dat vinden? Ik zie de trap van het casino al. Oké. Okay. Dus we gaan weer terug omhoog moeten gaan. We zitten dan toch weer op het verkeerde verdiep. Ja, het verkeerde verdiep dus. Maar goed. We gaan de showtrap moeten nemen. Oh, dat is wel fijn. We gaan de showtrap nemen. We gaan de showtrap naar nemen. Eén verdieping hoger. Ene omhoog. En dan gaan we uitkomen aan het casino voor ons aperitiefje. Ja, dus we gaan hier omhoog moeten gaan. En dan zijn we er klaar voor, hè. Het is wel echt een mooie trap, hè. Het is een hele mooie trap. Ik ga je filmen terwijl je de trap opgaat. Gaat jij dat doen? Ja. Ik vind dat dit moet worden vastgelegd. Kijk, ziet hem gaan. Kijk. Kijk, kijk, kijk. Komt u mee, meneer? Ik ga wel meekomen, ja. Ik nodig u uit om met mij het aperitief te delen. Fantastisch. En hier moet ik mijn camera uitzetten, want in het casino mag ik niet filmen. Dat is juist. Maar we gaan dat misschien wel proberen. Ik wou net zeggen, het is nog niet open. Ah, nee, tuurlijk niet. We liggen momenteel in Palma de Mallorca. En, een half uur na het. We gaan pas vertrekken met het schip om 8:30 vanavond. En het is nog geen 8:30. Dus het casino is nog dicht, want het casino gaat pas open een half uur nadat het schip op de volle zee zit. Dat is de regel. En wat heel bijzonder is, is dan ook dat de bar dicht is. Dat vind ik nu wel een beetje raar, dat die bar dan ook dicht is. Nu, er is hier nu wel niks te beleven. Nee. Ik snap nu ook wel dat hier niemand niet... Niet zit, hè. Ja, je kunt ook niks maar doen, wij zouden hier wel komen zitten. Wat wel leuk is, is dat ik het nu kan filmen. Ah ja, dat is waar. Dan kan ik het jullie wel tonen. Dus er zijn verschillende tafels. De roulettes, de blackjack en natuurlijk alle slots eromheen. Dus ik denk ook dat Orlando vanavond op een slot gaat spelen. Altijd slot. Meestal wel, hè. Ik ken dat niet genoeg voor... Ja, voor getrouwd niet te zijn, dus... Op welk nummer zou je inzetten? Wijs het eens aan. Rood 1. Ofwel 8. Ja, ik weet het eigenlijk. Nee. Ik speel dat nooit, hè. Kom, we gaan op zoek naar een ander aperitief. Ah, wel. Ja, dat gaan we doen. Olé. Tee. Olé. Olé. Ik denk dat we weer een... Was het dans? Een polka? Dit is nog... Is geen... Ah, een... Tango. Een tango. Ah, wel. Gezondheid. Gezondheid. Op onze laatste avond, wou ik nog zeggen. Absoluut. Want zo is het, hè. Absoluut. Maar je moet zo bekijken. Ja. De Fantasia was abrupt geëindigd, dus dat was niet fijn. Deze hebben we volledig mooi kunnen uitvaren. Op naar de volgende, zou ik zeggen. Ja, wie weet, hè. We moeten dat gewoon doen. We moeten het gewoon doen. En we gaan het ook doen, denk ik. We gaan dat ook gewoon doen. Het zal zeker niet onze laatste cruise zijn. Ook al... Was het een bijzondere cruise deze? Er valt toch veel over te zeggen? Er valt heel veel over te zeggen. Er valt veel over te zeggen. Veel goeds en ook enkele minder goede dingen. Absoluut. En zoals al aangegeven, we moeten daar eerlijk tegenover zijn tegenover jullie, want daar hebben jullie recht op.
als jullie deze cruise ooit willen boeken, wat voor ons de positieve en de negatieve punten zijn. Ja, onze persoonlijke mening. Onze persoonlijke, eerlijke mening. Komt er zeker nog aan, hoor. Ja, we zijn nog te veel aan het genieten. We zijn nog aan het genieten, absoluut, absoluut. Jullie weten al hoe het werkt ondertussen, hè, met het toiletpapier. Ja. Hè? Dus ja. Je neemt het laatste blaadje, neemt de klink vast, je doet het open de deur, zo. Zet de voet er tegen, papiertje in de prullenmand. En dan ben je ook heel proper buiten. Zeg, en was hij het leuk gekleed? Hebben we dat nog niet laten zien? No. Zit mijn strikje goed? Ja. Zit mijn vestje goed? Ja. Ja. Maar dus, de mensen weten al, ik had nog een kostuum, het past er niet meer. Oei. Dus ik moet op dieet. Ja. Ja, dat is zo. Ik zei dat ook eerlijk aan jullie. En eerlijk. You have to let on the line, hè. Ah, je moet letten on the line. Dat is zo. Als je de vorige vlog hebt gezien, weet je het al. Ah ja, dat is juist. Want dit heb ik gekocht in Palma de Mallorca. En dus ik heb het gewoon meteen aan. Dus dat? Ik heb het meteen aan. Dat is heel moeilijk. Met mijn nieuw schoentjes en al. Ik heb al helemaal voorjaars-vibes. Ja. Nu vind ik toch wel dat we moeten gesponsord worden door Zara. Zit je weer daar met de sponsoring? Het is zever allemaal. Het is zever, hè. Het komt wel van de Zara. Mevrouw is ook heel schoon gekleed, hè, meneer? Ja. Alhoewel, meneer zijn broek vloekt wel met madame haar kliënt. Ja, dat is waar. Ze doen moeite, hè. Ja. Dat appreciëren we altijd. Dat is al het belangrijkste, dus hè. Dat ze moeite doen. We lachen altijd een beetje en dat moet kunnen, hè. Moet kunnen. Lachen moet kunnen. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Zo is en dat. En we lachen niet uit. Nee, absoluut Want niet. Iedereen moet doen wat hij zelf graag wil. Ik heb gezegd dat ze allebei heel mooi zijn, en maar ze vloeken gewoon. Ja. De kledijvloek. De kleuren van de kledijvloeken. Ja. Goed. Moet zien wat je zegt, hè. Moet zien wat je zegt, hè. Ja. Oh. Oh. Tare. Oh. Hier moeten we zijn. Ik ben weer verkeerd. Oh. We moeten hier zijn. Meneer, toch? Het is en blijft een raar schip van indeling. Ja. Ik zou dat helemaal anders ingedeeld hebben. Allee. Hier zitten we weer. Het laatste avondmaal. Ja. Hier is een look at the menu. Sinds wanneer praten we Engels? Oh, yes. It's not a problem. Weet je al wat je gaat pakken? Ja. Vertel het eens tegen mijn lieve volgers. De aubergine als voorgerecht. Gefrituurde aubergine met een gratin van basilicum tomaten. Of zoiets. Dan ook een soep met mozzarella en pesto. Mozzarella soep? Basil pesto. Of is het een tomatensoep met mozzarella? Tomatenroomsoep met mozzarella en basil pesto. Dat klinkt al logisch. Dan ga ik nemen de gegrilde pork neck. Dat is varkensnek. Chimichurri staat erbij. Chimichurri steak. En dan ga ik de kaas als dessert nemen. Een dessert? Ja, als laatste avond. Maar ja, het zal niet goed voor mijn lijn. Maar ja, het is het laatste avond. En dan morgen is het weer salaat. En toast. Morgenmiddag toast en salade. Ja, zo gaat het leven, hè. Compenseren. En jij? Wat gaat jij nemen? Ik ga beginnen met de white fish kivish. Wat is kivish? Dat weet ik niet. Hallo. Good evening. Good. How are you? I'm good. You? Good. What's your name? Disembar. Really nice. Tomorrow. Disembar. Disembar. Big problem. Yes. How long have you been on board? 1 week. 1 week. Take 2 weeks more. Yeah, we take a week more. Yes. We go just around another round. Just try for another ship, like more ship. Yeah. Orchestra. Yes. We have another ship, like World Europe, Europia. Yeah. Yes. It's a nice thing. Yes. I welcome there. Grandiosa. Grandiosa is my last contract. Ah, really? Ah, really? Yeah. Oh, we did pretty good there. Yeah. Big ship. We tried Fantasia, and now Orchestra. So now it's time for the bigger ships. You need to try it. Yeah. You need the red wine and white wine, right? Yes, please. Thank you very much. QSA. Dat weet ik niet. Onze nieuwe ober of zo voor de laatste avond. Dat is weer een nieuw. Ja. Ik denk fijn gesneden witte vis. Oké. Okay. Koud. Ja, weet je, we knippen wel een beetje, Alexander. Dan neem ik de
Okay. Wait for me, please. Ga ik het nog zeggen of niet? Dan neem ik ook de tomatensoep. Allee, ja. Zoals jij zegt, de mozzarella soep. Met pesto, hè? Met pasta. Basilpesto. Als hoofdgerecht ga ik voor de pasta. Ik hou van pasta. Dat past altijd. Oh, wat en als, een zever. Als dessert neem ik een kokosnootbiscuit. Echt? Ja. Dat mag. Dank je. Dat is goed. Prima. Ik zit aan mijn soepje, of ga beginnen tenminste. En meneer Verdonk, waar zit u weer aan? Aan de kievich. Aan de kievich. Kievichje, zegt hij. Wat is dat juist? Kunt u dat al ontleden? Dat is koude vis, hè? Ja. Maar dat sausje, dat trekt mijn aandacht. Proeft eens. Ik durf niet. Dat is gewoon cocktailsaus. Andaloes? Caspacho, zo. Koude tomaat. Ah ja. Koude ja. Tomaat. Wel lekker? Ja. Oké. Okay. Nee. Paprika. Paprika. Het is paprika tomaat. Okay. Ja. Smakelijk. Ja, het is wel lekker. Ja? Smakelijk. Waarom hebben ze dat niet aubergine lasagne genoemd? Raar, want inderdaad, dat lijkt op aubergine lasagne. En als dat geweest zou zijn, had ik dat ook genomen. Is dat echt? Ja, ja. Nu gaat jij aan het soepje. Ja. Maar die was wel heel lekker, hoor. Ja, dat is ook wel waar. Maar toch zit dat er ook heel lekker uit. Het is inderdaad aubergine lasagne. Ik zit aan mijn... Wat was dat weer? Entrecote. Porknek. Ah ja, porknek. De varkensnek. Dat ziet er goed uit. Ik ben benieuwd dat het mals is. En u als meneer? Een pastatje. Ik hou van pasta. Het is met vissaus. Ah ja. En er zit een mossel op. Ja. En er zit een rok in. Oh, dat is ook beter. Ja. Nog beter. Ja. Ah wel. Smakelijk. Dankjewel. Smakelijk. Wat is er gebeurd? Twee dingen zijn gebeurd. Ja, dat weet ik. Dat er twee dingen gebeurd zijn. Wat moet je vertellen? Ten eerste. Ik heb gesmost. Ja. Op een wit hem. Gelukkig is de laatste avond. Gelukkig is de laatste avond. Ik heb maar één wit hem bij. Anders moesten we weer naar de Zara. En we worden al niet gesponsord. Nee. En of finish. Hier aan boord. Ja, dat gaat niet. Moet je naar de stomerij. Hier aan boord. Het hoofdgerecht was heel goed. Maar ik zit helemaal vol en ik heb mijn beste Engels weer boven gehaald. En ik heb echt tegen die ober gezegd... I'm sit so full as an eye. Dat heeft hij dus echt gezegd. Hè? En die ober die kijkt... Hij had verstaan, ik zit vol. Maar so full as an eye... Dat kende hem niet, die uitspraak. Ja. Hier is een eye. Een eye, ja, een eye. Dus een eye... Maar ik bedoelde een ei. En wij zeggen, ik weet dat niet, wordt dat in heel Vlaanderen gezegd? Dat weet ik. Ik zit zo vol als een ei. Dus dat wil zeggen, ik zit boem voor de vol. Boem, en ik zit boem. Zo vol als een ei. Ja, I sit so full as an ei, hè. En die man, ja. Hij zei, oh, no problem. Dus hij denkt dat hij het half verstaan had. En dan moet hij weer laten zien. En dan moet ik weer zeggen. Op de camera. I sit so full as an ei, hè. Ik zit ook zo full as an ei. Zit je ook zo full als een ei? Ja, ik heb ook nog een dessert. Wat heb je besteld? Een kokosnootbiscuit. Kokosnootbiscuit? Zie. Ziet er wel mooi uit, hè? En met aardbeidjes. Ja. Smakelijk. Oei. Nou, die ent is neer. Die ent is neer. Ineens van mijn nieuwe kostuum recht in mijn pyjama. Ja. Dat is zo, jongen. Zo gaat het. Zo, aan alle schone liedjes komen een einde. Ik weet nog goed op dag 1 dat we een video maakten. Dat we alles van de koffer in de kast deden. En nu moeten we een video maken dat alles van de kast terug in de koffer moet. Ja. Want het zit erop. Het kan allemaal niet eeuwig in de kast blijven, hè? Nee. Voor sommige dingen is dat goed. En voor andere dingen is dat minder goed. Ja. Wat ik jullie wel wil laten zien is dat we op dus nu, het laatste avond, dit blad kregen. Dus dat is eigenlijk alle info over uw disembarkation. Dus het moment dat je van het schip moet gaan. En typisch aan cruisen is ook dat je eigenlijk jouw koffer op de gang moet zetten de avond voordat je van het schip moet gaan. Dus zoals we nu aan het doen zijn, alle kleren weer in de koffer. En de koffer kunnen we dan al op de gang zetten en dan wordt die al van het schip gehaald tijdens de nacht. En morgen vroeg staat die dan klaar in de terminal. Dus dan moet je zelf niet sleuren met je koffer als je van het schip gaat en zo. Het is waar, hè? Dat is waar. En we hebben al geïnformeerd. Je mocht wel heel de voormiddag nog gewoon gebruik maken van het schip.
Ja, hè? Mogen dus, nog ontbijten. Je mocht wat ontbijten, je mocht nog koffie gaan drinken, je mocht nog gewoon drinken. Dus dat is allemaal geen probleem, maar je moet wel van de kamer af. Dus dat ze, ja, ik begrijp dat ook wel, dat ze de kamer kunnen klaarmaken voor de volgende. Hè? En dat staat ook op die disembarkation info. Yeah. Dus hier staat ook, kijk, disembarkation time. Yeah. Hier staat 9:15. Yeah. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we vanaf 9:15 van het schip kunnen gaan. Dan zullen we waarschijnlijk aangemeerd zijn weer in Valencia, waar het allemaal begon en waar het dus morgen ook weer zal eindigen. Ja, zo zie. Dus we gaan onze koffer verder pakken en dan gaan we lekker slapen, onze laatste nacht op de Middellandse Zee. Ja. En morgen liggen we weer in ons bedje thuis. In Pinosso. In Pinosso. Op de Campo. Ja, inderdaad. En weet je wat? Die rust. Ja. Dat heb ik wel gemist. Daar gaat het wel weer heel rustig zijn. Ja. Dat vinden we ook wel heel fijn. Dus het is jammer dat de cruise voorbij is, maar het heeft ook weer voordelen om naar huis te gaan. Absoluut. Dus wij gaan inpakken en dan zijn we morgen weer weg en dan gaan we naar Pinosso. Dus slaap zacht. Slaap zacht. Adios. Een hele goede morgen allemaal. Kijk eens. Wat een rustgevend uitzicht dat we hebben op dit moment. Een hele rustige zee, bijna geen golfje te zien. Dat hebben we eigenlijk de hele week bijna niet gezien, maar nu duidelijk wel. En het is een rustig water in de haven van Valencia. We zijn weer op het punt waar het allemaal begon, exact een week geleden. De cirkel is rond en toch wel een beetje, ja, jammer genoeg. Er valt veel te vertellen over deze week, maar nu het voorbij is, is het toch wel heel spijtig dat het er weer op zit. We gaan van een rustig uitzicht over het water naar een rustig uitzicht bij ons thuis, zoals we gisteravond al zeiden. Dus dat is weer fijn. En we kunnen gaan reviewen over deze cruise. En we kunnen weer op zoek naar een volgende, want die zal er ongetwijfeld wel vroeg of laat aankomen. Hoe zit het verder voor vandaag? We moeten uit onze kajuit om 8:00. Onze koffers zijn normaal gezien al opgehaald. En die staan klaar in de terminal en we zouden van het schip moeten zijn om 9:45. Hebben we bericht gekregen. Dus we hebben eigenlijk een kleine 2 uren zo meteen om even te gaan ontbijten. Een tas koffie te gaan drinken. En nog de laatste momenten te genieten van de MSC Orchestra. En dan daarna zullen we van boord moeten. Moeten we op zoek naar onze wagen weer op de parking. Want die hebben we daar achtergelaten. En dan rijden we meteen door naar huis. We zullen ook nog even langs de winkel moeten, denk ik, naar de supermarkt, om de kasten gevuld te krijgen, want vanavond zullen we ons eigen potje terug moeten koken. Zal er geen menu voor ons liggen met zoveel keuzemogelijkheden. Keuze genoeg, maar we zullen er zelf voor moeten zorgen. Dus ja, back to reality, terug naar het gewone leven. Dus ik denk dat we eerst en vooral eens gaan zorgen dat we wat te eten krijgen in het ontbijt. Bye bye, kajuit 12.102. De bagage is ook verdwenen en wij zijn klaar, ja, om hier weg te gaan. Ja. In die kajuit gaan we nooit meer komen. Hè? We gaan voor de laatste keer ontbijten. En we hebben wel nog 1 koffertje bij ons, ja. Want ja, we moeten ergens uw pyjama insteken, ja, en tandenborstel. En die kabas staat vol met de multimedia spullen. Ja, ja. Dus ja, daarmee. Hè. Ja. Houd altijd 1 kabasje over, vergeet dat niet, anders dan 's morgens met uw pyjama. Dan moet je met uw pyjama door de gangen lopen. Ja. Eens kijken of we het vinden. Ah ja, we moeten helemaal naar daar. Hè. Ja. Ons laatste ontbijtje. Ik heb gekozen voor gerookte zalm en wat charcuterie, zoals altijd, dat jullie van mij gewend zijn. Een glaasje sinaasappelsap, 2 broodjes en dan ga ik even naar Monsieur Verdonk. Wat heeft u? Ik heb 1 broodje en 2 chocoladekoeken en kaas voor op het broodje en ook verse fruitjes. Oké. Okay. Want als laatste ontbijt. Ik moet het een beetje licht houden, want ik heb een baksteen in de maag. Oei, omdat letterlijk en figuurlijk. Oei, triestig moment. Yes. Yes. Thank you.
thank you. Bye-bye. Adios. Hasta la próxima vez. En zo verlaten we het schip. Ja, dat klopt. En ik moet zeggen... Opvalt? Wat valt u op? Het is hier wel geen zon, het is direct zacht, hè? Ja. Spaanse lucht, hè? Ja, dat is wel echt... Allee. Het is een bewolkte dag. Echt geen... In Valencia. Grijs. Echt grijs. Maar het is niks koud. Het is niks koud, nee. Het is echt wel... Oké, lieve orkestra. Adios, amor. Adios, amor. Misschien tot een volgende keer. You never know. You never know. We hebben misschien een haat-liefde verhouding gehad. Exit, zeggen ze. Dus nu moeten we nog even onze koffers zien te vinden, maar dat is vrij goed aangegeven. Okay. Want we hebben nummer 53 gekregen. Dus nu kom je hier in de haven en dan gaat je gewoon op zoek naar je nummer. Dus hier staat het al, nummer 53. En daar staan inderdaad onze koffers. Aquí. Dat is goed gedaan, hè? Dat is heel goed geregeld. En we hebben drie stuks. 1, 2, 3. Dus dat is wel het voordeel, dan moet je inderdaad niet met je koffers liggen sleuren. Maar ja, het nadeel is dat je ze s'avonds al moet klaarzetten op de gang. Hè. Dat vind ik soms wel een nadeel. Ja. Maar goed, ja. Ik ben nu wel benieuwd. Met het heen gaan, zouden we met de bus moeten komen. Dus, hoe gaan we dat dan doen? We zullen zien. Hier staan we weer. Het is zoals het is. Ja. Hoe slecht het vorige week was, hoe goed het is nu. Geregeld, hè, met de auto. Ja, inderdaad. We moesten een bonnetje, dat kregen we vorige week, dat moesten we goed bijhouden. Ja. En die jongen die hier alles regelt, zei ook, trek een foto van dat bonnetje. Want als je het bonnetje kwijt doet, heb je nog de foto. Ja. En de foto zou ook goed geweest zijn. Dus hij was eigenlijk heel behulpzaam. Ja. En nu moesten we gewoon ons bonnetje laten zien. En heeft heel de week ook onze autosleutels bijgehouden. Ja. Hebben we gewoon alles gekregen en we kunnen gewoon wegrijden. Ah, wel. Heel goed. We moeten niet op het vliegtuig. Nee, dat is wel een goede tip, hè. Of een heel... Nee, tip niet. Gewoon wat we fijn vinden, hè. Dat je zo niet meer die dag hebt. Je zit gewoon heel snel thuis. Het is wel leuk, omdat een cruise natuurlijk heel veel verschillende havens doet. Zijn er heel veel opstapmogelijkheden. Ja. Dus kijk eens bij u, als je een cruise wilt doen, kijk eens bij u in de buurt of er geen haven is dat je met de auto naartoe kunt gaan. Ja. Ik weet België en Nederland, je hebt Zeebrugge, je hebt Rotterdam, je hebt Hamburg, misschien ook nog wel andere. Dus bekijk het eens rustig en misschien kunt je wel op die manier een vlucht uitsparen. Absoluut, want dat is zalig, hè? Het kost geld en tijd. Ja, absoluut, absoluut. Allee. En nu ga ik alle koffers... Op naar Pinosso. Ja. Wat een verwelkoming in Pinosso. Echt, hè? We zijn weer back to reality. Dat is het nadeel, vind ik. Als je van vakantie terugkomt, de ijskast is leeg. En hup. Ik weet niet hoe slecht weer. Oh. Koud, wind en regen. Koud, wind, regen. Dat klinkt heel Belgisch. En Nederland. Goed nieuws voor de plantjes, want ik ben zo eigenlijk heel blij hier. Want het was zo nodig. Yeah. Dus we gaan niet klagen, hè. Absoluut niet. Maar nu moeten we wel winkelen. De kast moet weer gevuld worden, dus we gaan nu... We staan hier in de dia, hè. Supermercado. Hola, supermercado. En la bancos por aquí. Sí. Wat heb je allemaal al gekocht? Stokbrood. Ik heb gezien 49 cent voor een stokbrood. Salade. 74 cent voor een zak. Frambozekes. 2 euro was het. 1,99. 1,99. En een pak kiwis. Voor hoe was dat? Was wel spotgoedkoop, hè? Ja, al die allemaal. Voor, even kijken. Kijk.
€2,29 voor 700 gram kiwis. 1, 2, 3, 4. Er zitten er 8 in, denk ik. Maar ja, en dit is 700 gram, dus €2,29 voor al die kiwis. Dat is wel echt spotgoed. Ja, dat vind ik echt goedkoop. Daar moeten we van profiteren. Meepakken. Ik dacht dat je ging letten op de line. Jij zit een schoen. Zo moet je dat zo niet zeggen. Jij geeft die in mijn handen. Oh, kijk hier. En dan houdt hem de dingen hier boven de kamer. En dan doet Jules dat kijk dat hier. Jij zit een bandiet, zeg. Maar zie hoe goedkoop. Ja, dat is echt spotgoedkoop. Kijk hoe dat erin zit. Wacht, hè. 20 lijnen. €1,15. Snoepjes. Snoep. En kijk hier, zure matten. Hoeveel? Voor €2,25. Maar dat is niet goed voor de tanden, hè? Niet goed voor de tanden, niet goed voor de lijn. En ik heb het nog pas gezegd dat ik op een lijn ging letten, dus ik laat ze gewoon staan. Dat is karakter, hè? Ja, dat snap ik niet. Als de camera af is, ga ik die toch pakken. En? Regen? Ja. Ja, wat vriezel. Dus, maar niet zo lekker naar net. Maar koud. Maar ja, wat gebeurt er hier? Oei. Oh ja. Nee, moet op de achterbank. Dat zit ook vol. Ah, dat is zeker. Wat dan? De achterbank. Dat lukt. Ja? Ja. Oké. Huppakee. Ja. We zijn weer thuis. Absoluut. Kijk, we zijn net binnen. En alles staat al overhoop natuurlijk. Hier ligt alles al van de supermarkt. Dan moet weer de kast in. En natuurlijk moeten we ook onze koffers uitpakken. Dat hoort er dan ook weer bij. Toch ook altijd wel weer fijn om thuis te komen. Hè? Ik vind dat is toch altijd wel een fijn gevoel. En dat is positief, denk ik dan altijd. Dat het ook fijn is als je weer thuis bent. En hier zijn we weer bezig met de was. En de plas. En de plas. Alle koffers uitpakken. Zie. Hier hebben we toen ook alles ingepakt. Ja. Hè? Ja. En nu moet alles uit. Pas hier weg toch een zaag. Zeg, hé. Zo'n ding zegt je niet. Nee. Nu moeten al die kostuums terug in de kast. Absoluut. Fijn gewassen, mooi opgestreken. Zo gaat dat, hè. Jij weet weer wat doen. Ik heb naar de ding gegaan, hè. Hoe noemt het daar? De droogkuis op het schip. En ik hoef niks meer te doen. Hoppa. We hebben wel een goede tip. Een tip van Jip. Ik vind dat echt geweldig goed. Ja. We nemen onze kostuums altijd mee op kapstokken. Ja. Dus die gaan rechtstreeks vanuit de kleerkast op de kapstok de koffer in. En het voordeel daarvan is dat je altijd genoeg kapstokken hebt op vakantie, want dat is anders altijd een probleem. Of toch heel dikwijls. Heel dikwijls, hè. En nu is dat dus gewoon fantastisch, want je haalt die terug uit je koffer en je kunt die gewoon terug ophangen. Soms staan we daar zelf van te kijken, want je denkt altijd zo van, oh, ik moet mijn koffer maken. En zo, maar we zijn altijd zo klaar. Als de kapstokken, want ik kan ook niet tegen dat ene kapstok aan die kant hangt en de andere kant aan die. Nee. Dus, en alles is nu verkeerd, dus dan kan ik wel allemaal terug beginnen. En ik heb net ook al mijn nieuw kostuum dat ik had gekocht in Mallorca. Dat hing ook op een verkeerde kapstok. Dat moeten ook dezelfde kapstokken zijn allemaal. Ja. Maar goed, dat passen we aan. Zo'n dingen zijn aan te passen. En dat is zo grappig. Je moet er allemaal niet tegenaan zien. Het is wel droog ondertussen, maar nog altijd heel grijs buiten. Ja. Maar dat is niet erg. Dan kun je binnen leven. Kijk, wat een grijze lucht. Maar het is wel wat je zegt. Eigenlijk voor vandaag is dat niet zo erg, hè? Maar nee. Even terug zo landen thuis. Toch wat installeren. Zo is dat. En zo rusten. En de chauffeur staat al op, hè? Ja. Tuurlijk. De verwarming. Ja. Dat is niet Zuid-Spanje, maar... Ja. Het is niet elke dag 30 graden hier. Nee. En het is ook goed dat het regent. Ja, ik ben echt wel blij voor de natuur. En ook, weet je... Beetje terug genieten van thuis zijn, hè? Absoluut. Als hier al die rommel aan de kant geraakt, toch tenminste? Ja, tuurlijk. Dan pas kun je echt genieten, hè? En we zijn weer aan het koken. Alles is weer zoals vanouds. En ik ben een pizza aan het maken. Nog niet genoeg Italië gehad. Nog een beetje extra. En we gaan een pizza eten vanavond. Het
wordt een huisgemaakte pizza vanavond. We maken dat graag zelf. Dus vandaag, en dat is ook gemakkelijk. Dus pizzabodem, goede tomatensausje daarover, mozzarella, salami, verse ajuin en dan kaas, geraspte kaas. Ik had vandaag 4 kazenmix en de gratiné kaas had ik erover gedaan. Klein half uur in de oven en een mens is aan het eten. En ik vind dat voor vandaag echt helemaal prima, want ik ben echt moe. Ik ben echt moe. Het is toch wel intensief hoor, zo cruisen. Dat merk ik nu toch, nu ik thuis ben. We zijn thuisgekomen, we hebben al onze koffers aan de kant gedaan, we hebben iets gegeten. En we zijn in de zetel beland en ik moet echt eerlijk bekennen dat we gewoon net zijn uitgekomen. Ik heb zelfs heel de namiddag geslapen, Orlando heeft een filmpje gekeken. Het is vermoeiend cruisen, dat valt me nu toch echt wel weer op nu ik terug thuis ben. Het is precies daarna dat je het pas voelt. Maar misschien is dat ergens ook wel normaal, hè? Je bent zo toch elke dag van alles wilt je meemaken op dat schip en de steden bezoeken, veel wandelen, veel buiten, veel eten en drinken, dat speelt denk ik allemaal wel mee. En nu voel ik dat dus. De tafel een klein beetje klaarmaken. Eens kijken, we hebben borden nodig uiteraard. Hier. En bestek, 2 messen, 2 vorken. Orlando is al een douche aan het nemen. Die zei, ik ga lekker douchen voor het eten. We zijn echt in een luie modus nu. En we hebben ook nog van alles te vertellen over de cruise. Allee, jullie hebben het natuurlijk ook allemaal zelf wel kunnen zien hoe het eraan toe is gegaan. Maar ja, we hebben zo ook toen we naar huis aan het rijden waren er nog wel over gebabbeld. En er valt echt wel wat over te vertellen over zo'n MSC-cruise. Dus ik denk in onze volgende vlog dat we ons daar echt eens op gaan focussen. Het is een beetje gelijk vorige keer dat we zo'n soort van review gaan maken, maar we gaan het wel op een andere manier doen weer natuurlijk, dat het leuk blijft ook voor jullie. En zeker als je interesse hebt om eens te gaan cruisen, of specifiek misschien met een MSC-cruise, dan denk ik wel dat dat van hulp kan geven voor jullie. Het goede en het minder goede, daarover gaan we het hebben, dus daar moeten we eens even over bezinken. En dan gaan we dat in een video gieten voor jullie. Hè? En dan maken we het warm, maar meteen ook een beetje gezellig. Hè? Voilà, kaarsken aanzetten. En dan gaan we genieten van onze pizza zo meteen. En ik denk, of ik ben er eigenlijk gewoon helemaal zeker van, dat de luie avond gewoon verder zal gaan. Daar ben ik echt helemaal zeker van. Tada! Het eindresultaat is klaar. We gaan het ons laten smaken, vrienden. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze laatste vlog over de MSC Orchestra. Al is dat niet helemaal waar, want die review komt er dus zeker ook nog aan. Dankjewel om er altijd bij te zijn. En heel graag tot een volgende keer, want uiteraard komt er weer een volgende video. Doei! Doei!